Wij staan momenteel bij Laura Waam, die gisteren haar kwalificatie turnde en gisteravond op een zesde plaats stond. Laura, vandaag, kan je eventjes terugblikken op je wedstrijd van gisteren? Ik ben nog altijd zeer tevreden over gisteren. Ik heb mijn wedstrijd foutloos uitgevoerd, maar wel nog enkele kleine foutjes gemaakt. Dus ik hoop dat ik vrijdag de allround finale mag meedoen. Jij zat ook zo net in het publiek. Er is nog een divisie bezig ook van de meisjes en er zijn er ook nog op komst. Denk je dat de allround finale een kans maakt? Ik denk dat er wel een kans is, maar ja, het is nog afwachten tot vanavond natuurlijk. Nadat Gala haar wedstrijd heeft gedaan en dat zullen we wel zien. Wie denk je dat op dit moment nog jouw grootste concurrenten zijn om jou te weerhouden van een plaats in die allround finale? Daar heb ik eigenlijk niet echt een idee van. Of ja, omdat ik eerstejaars senior ben. Dus ik ken eigenlijk zo goed mijn concurrenten nog niet. Maar ja, Rusland, Roemenië, Amerika, alle grote landen, ja, die zitten er natuurlijk bij in de finale. Het is jouw eerste wereldkampioenschap. Hoe beleef je de sfeer, ook in het, zowel op de wedstrijdvloer als in het publiek? Natuurlijk tijdens de wedstrijd ben ik zeer geconcentreerd bezig. Er waren veel supporters aanwezig, maar zoveel heb ik daar niet van gemerkt, omdat ik te geconcentreerd bezig was. Stel nu, vanavond weten we of je een allround finale turnt of niet. Heb je al een idee van wat je dan de komende dagen te wachten staat? Vandaag heb ik enkel wat kracht moeten doen. Morgen ga ik dan twee keer trainen en dan vrijdag de finale. We wensen u alvast heel veel succes en hopelijk sta je dan ook vrijdag in die allround finale.